Twee kleine muisjes vallen in een emmer met room. Onmiddellijk raken ze in paniek omdat ze niet kunnen zwemmen en ze willen natuurlijk niet verdrinken. Ondertussen komen er allemaal vriendjes kijken. En die zien dat gebeuren op een afstand en die denken van, nou, dat wordt niks meer. Die twee zijn we kwijt. En ze roepen dat ook, jongens, helaas, hou er maar mee op, jullie verdrinken. En wat gebeurt er? Inderdaad, één van de muisjes, die geeft het al vrij snel op en die verdrinkt. De andere muis echter, die blijft dartelen en die blijft maar dartelen en trappen en dartelen. En op een gegeven moment verandert de zure room in boter. Want zure room verandert in boter. En hij klimt zo de emmer uit. Wat was nou het moraal van dit verhaal? Als je een doel hebt voor ogen, geef niet te snel op. En wie weet bereik je je doel, maar luister niet altijd naar je omgeving. Tot ziens.